Good, Kelfam. Mijn naam is niet Bart. Nee, dat klopt. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hey, jouw. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvijn. We zijn hier weer voor een filmpje, hoor. Ja, we gaan weer wat leuks doen vandaag. En je hebt het waarschijnlijk al gezien in de titel, dus ik zal het niet uitleggen. En toch leg ik het dan altijd weer uit, want hey, zo ben ik. En ja, je kan niet haten op mij. Ja, je kan wel haten op mij, maar dat is toch... Het leven is een feest. Je moet alleen zelf de slingers kopen. En dat doe je met geld. En vandaar de advertentie voor deze video. Hoe gaat het met jullie, Kelfam? Het is belangrijk dat wij op een of andere manier blijven connecten. En ik moet jullie eerlijk vertellen, I feel the vibe, man. Hey, wat gebeurt er? Nou, hallo, hey. Het is warm as fuck these days, man. It's hot outside. Waarschijnlijk als dit online is, is het dan weer kut weer in Nederland. Ik film dit terwijl het zeg maar, fucking, dat het wel lekker warm is. Ben je nog geen onderdeel van de Kelfam? Doe dat dan sowieso door je eventjes te abonneren op mijn kanaaltje. En door even mij te volgen op Instagram. Do that shit, motherfucker. You know what I'm saying? I ain't playing games, motherfucker. I ain't fucking... Oké, gaan we lekker. Dan gaan we goed, dames en heren. Alright, Kelfam. Als jullie me langer dan vandaag kennen, dan weten jullie dat ik een huisdier heb. En dat huisdier heet Otje. En ik heb een tijd lang geen aandacht besteed aan Otje. Ja, nou, op zich. Nou, die bezet de topverhaal. Otje is even een tijdje niet in de video's geweest. Dat kwam omdat ze in de puberteit zit. En ja, dan is het een beetje prikkelbaar. Dan kun je een beetje. Dan heb je geen grip meer op je kind, snap je? Het is moeilijk. Leven is moeilijk, mensen. Leven is fucking moeilijk. Dat is bullshit. Otje is gewoon hartstikke gezond. En ik besteed onwijs veel aandacht aan dit poesje. Jazeker. Het is mijn lust in mijn leven. Naast Nina en mijn ouders en mijn broers en Peter en alle andere mensen waar ik van hou, is de Otje ook heel belangrijk. Otje, where are you, man? Otje, where are you? Where's Otje? Otje, hoe gaat het met jou? Je bent er wel een beetje, altijd als de camera aan staat, dan word je een beetje bang, hè? Maar dat is helemaal nergens voor nodig. Kijk, de kijkers vinden jou ook leuk. Waarom verlaat je me nou altijd? Je verlaat me altijd! Een aantal maanden geleden heb ik een video geüpload die ging over het kopen van kattenspeeltjes voor mijn kat. Want ja, ze was net fresh van de pers, ze was net alsof ze uit de fabriek komt of zo, ja. Ik heb een video gemaakt waarin ik kattenspeeltjes aan Otje gaf en dat ging er ongeveer als volgt aan toe. Kerstpakket voor een kat. Wee. Oh, bandjes is ook leuk. Oh. En het allermooiste, dat ik en Nina zo fucking veel shit voor haar gekocht hadden. En uiteindelijk was ze hyped over al die dingen. En een maand later heeft ze gewoon nergens meer mee gespeeld. Anders dan dit ding. Kijk wat er gebeurt als ik deze muis naar haar toe gooi. Wacht, we gaan even. Otje, where are you? Otje, where are you? Kijk wat dit is. Ja, ja, ja. Oh, man. Alright. Ik vertrouw je, hè. Doe even deze gekke acrobatische dingen toch. Let's go, man. I like it. That's right. De real MVP. Otje, maar ik heb iets leuks voor jou. Ik heb nog meer cadeautjes voor jou gekocht. Ik heb echt vet veel cadeautjes voor jou gekocht. Echt fucking veel. En je mag er wel inmiddels een redelijk grote poes zijn. Ik denk dat jij nog steeds wel een paar leuke cadeautjes wel leuk vindt. Of niet dan? Oké, nou, blijkt me niet. Oh, kut. Otje, aanschouw. Hey, kom nou even. Dit is voor jou. Het is allemaal voor jou. Kom nou even chillen. Hey. Aanschouw. Allemaal cadeaus, allemaal kattenspeeltjes. Wat heb ik allemaal gekocht? Wat is dit? Fucking ballen en shit en dit en fuck. What is this? What? I don't need this stuff. Oké, zoals je ziet is Otje heel erg fan van dit idee, want ze staat te trappelen om Otje! In ieder geval, we gaan beginnen met de funny ball. En de funny ball is niet een gewone bal, namelijk een funny ball. Ah, ik weet ook niet wat ik allemaal aan het doen ben op dit moment. Otje, ik heb iets fucking vets voor jou. Dit is een soort van ding. Super vet! Oké, dit is een soort van ding en dan is dit een bal. Kijk er niet uit. Waarom hebben ze geen Nederlands instructies? Kan geen Engels. Als ik het goed begrijp, en dat klopt waarschijnlijk, want ik begrijp dingen altijd heel goed. Moet je dit draaien en dan gebeurt er iets. Kijk, dan... Wow, shit. What is this technology? What even is this technology, man? Shit. Ik heb er net even batterijtjes in gedaan. Ik moet nu dit hier opdraaien. Ja, dit is echt zo fucking spannend, hè. Ik zit echt te shaken, man. Hoe gebeurt dit, man? En dan moet je op een knopje drukken. Ja, let op. Let op. Oh, fucking hell. Oh, shit. It's crazy, man. Oei, yo. Ik wist niet dat dit bestond. Ik wist niet dat dit kon. Wat gebeurt hier allemaal? It has a life. On his own. Nu is het schijnbaar de bedoeling dat ik deze bal hierin ga doen. I'm hyped for this, man. Snel dicht. Close up. Ah, fuck. Nee, ik heb hem kapot. Ah, nee. Fuck, ik heb hem nu al kapot gemaakt. Kijk, ah, wat een kutkwaliteit. Ah! Als er iets is wat ik kut vind, zijn het producten van kutkwaliteit. Fucking hell. Ik heb dit net eens kapot getrokken. Hij moest het zeg maar zo open, maar ik heb hem kapot getrokken. Ja, hallo, je kan er niet de schuld op mij afschuiven. Ik deed gewoon hartstikke normaal, deed ik dit ding. Fuck it, ik ga de boel gewoon dicht plakken.
Jongens, het ziet er een beetje droevig uit, maar ik weet het ook allemaal niet. Hartje, ik heb een nieuw speeltje voor jou. Ik heb iets leuks voor jou. Het is wel kapot, maar dat heb je vast niet door. Kom maar spelen met mij. Kom, Marty. Gaan eventjes spelen. Hé, wat is dat nou? Dat is raar. Hé. Dat is gek. Wow. Wow. Pak het, pak het. Misschien moet ik hem wel omdraaien. Wow, ja, dit werkt beter, denk ik. Nou, zoals je ziet, gebeurt er niet echt veel. Oh, she's going in for the attack. En no. Ik heb wel een idee. Ik denk dat als ik dit hele pleuris ding eruit haal, dat je hem veel leuker vindt. Dat is hey. Hey. Dat is vreemd. Een uit zichzelf bewegende bal. What up? Oké, tot zover de funny bal. Ik vind hem een beetje kut. Ik vind het een grote teleurstelling. Oké, het volgende wat ik ga proberen is dit. Dit zijn de katzenspeeltoy insect. Oftewel, cat toys insects. Voor zover ik het begrijp, zijn dit een soort van insecten die dan gaan jumpen. En dan gaat je kat erachteraan. Dit wordt echt fantastisch. Hier moeten natuurlijk weer batterijen in ofzo. Wow, fucking hell. Ze trillen. Luister even goed mensen, even goed je oortjes spitsen. Trillen gewoon. Watje. Pas op, hè. Wow. Dat is raar, man. Een lieve isbeestje die rondjes loopt. Dit is echt een beetje teleurstellend. Watje denkt ook echt, what is this? Kelvin, are you serious, man? Van als ik er nog even een gekke aas kever bij doe. Kijk, ja, dat is heftig, man. Hey. Zo, hoppakee. Bam. Spannend. Ik kan er ook nog even een groene bij doen. Even een groentje. Yo. Hier, ze ruimen even mijn woonkamer op. Hey, dankjewel, vriend. Ja, Watje, jij bent nog niet echt heel erg onder de indruk. Hij gaat alles aan het opruimen. Kijk, pak hem. Fuck, hij is kapot. Wat een kutting. Hij is gewoon nu al kapot. Fuck. Kutding. Jeetje, wat een irritant dingen. Ja, Otje vindt het ook echt helemaal niks aan. Daar ligt hij op zijn rug. Oké, tot zover de trillende kevers. We gaan door met het volgende kattenspeeltje. Ik moet eerlijk vertellen, Kelfam. Het is geen hele succesvolle sessie op dit moment. Oké, dit is een iets. Zo. Oké, goed. Het is een soort van soort stok. Een soort zuurstok. Nah, niet echt een smakelijk stokkie. Maar schijnbaar kun je dit dus overal aan vastmaken. Maakt niet uit waar je hem wilt, want je kan hem overal aan vastmaken. En dan gaat je kat een soort van ermee spelen. Of zo. Zoals je ziet heeft Otje onwijs veel zin om te spelen. Ik voel me echt zo'n babysitter waarvan de kinderen gewoon niet mogen. Gewoon nooit niet. En dat ik ze elke keer weer nieuw speelgoed probeer te geven. Om ze me maar later leuk te vinden. Maar uiteindelijk haten ze me allemaal. Dat gebeurt. The story of my life, people. Otje, het is vrij simpel. Ik kom gewoon naar jou toe met dit. Dit is dus een hele toffe vlinder. Echt een top. Wow. Well, someone is interested. Ja hoor, kijk, hoppakee. Zo, she's crazy cat. Ik heb wel het gevoel alsof dit heel snel kapot gaat. Ik ga dit ding even vastmaken aan het statief. Zo moet je het ongeveer een beetje doen. Zo een beetje hieromheen, zo, hoppakee. Niks aan de hand. Dit is zo fantastisch. Dit is letterlijk het allerbeste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Oké, dat is niet waar, maar wel redelijk in de buurt. Wow. Ja fam, jullie moeten wel toegeven. Kijk hoe schattig Otje is dit. Hey Otje, you cute as fuck, man. Oh, ja, dat is interessant. Dat is die gek vlinder. Nee, kom nou even. Wat, je speelt nou even met vlinder. Hier, was hartstikke duur. Vlinder was hartstikke duur. Nou even, ja. Wow, het beweegt. Wait, yo, het beweegt, maat. Pak hem met deze vlinder, maat. Ik kom er nu achter dat het niet eens een vlinder is. Oi, yo, het is een gekke mug die beweegt en zo. Oi, yo. Nou, wat, je vindt deze op zich wel leuk. Dit is op zich een goeie. Dit is best een prima. De Kong Connects Huppel de Pup dinges is best een goeie. Heeft er gewoon een leven lang plezier van. Hoppakee, hartstikke leuk. Het volgende spelletje wat we hebben is dit. Dit is heel vet, want dit is een kattenzwembad. It's called kiddie pool. You know what I'm saying? Allemaal drijvende dingen en shit was good, man. Woi, yo! Het is letterlijk een kattenzwembad. Fucking hell, I like this. I like where this is going. Hoppakee. Dit is spannend. Dit is potverdorie spannend, hé. Het is tijd voor de finishing touch, dames en heren. We gaan het even goed doen. Moet je niet schrikken? Oké, sorry. Ja, want nu heb je gewoon je eigen zwembad, hé. Je hebt gewoon je eigen zwembad. Dat is vet. Nou, zoals je ziet vindt Otje het weer onwijs gaaf wat ik heb gekocht. Otje, ik heb al mijn spaarcentjes. Heb ik opgemaakt aan cadeautjes voor jou. Waarom speel je er niet mee? Waarom wil je spelen? Nou, laten we voor de verandering nog maar even iets... Oh, dit ziet er wel dope uit. Dit ga ik je eerlijk vertellen, dit ziet er sick uit. Volgens mij, als ik het goed heb, is dit een muis met een afstandsbediening. En kan ik dus dit ding besturen? Dat is volgens mij de bedoeling. De vraag is alleen, zitten er batterijen in? Ik denk het. Oké. 10 minuten en 15 afstandsbedieningen later heb ik eindelijk de batterijen gevonden die hierin horen. Ik heb het gedaan, oké? Ik heb het net al even getest. Ik ga je eerlijk vertellen, dit is de topper. Je moet je dit even beseffen. Dit is een muis. Otje staat daar om de hoek. Otje, kijk. Wat is dat? Hé? Wow. Crazy, man. Oh, hij is leeg. Fuck. Nee, hij doet het.
Ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat ik een klein beetje teleurgesteld ben in alle cadeautjes van vandaag. Maar ik heb wel geloof in deze. Dit ziet er zo fucking goed uit. Dit kan niet fout. Otje, dit kan niet fout gaan. Kijk, het is een ronddraaiende ding. What the fuck? Ja, ik zie je wel kijken. Ja. Wat is dit? Dit vind je leuk, hè? Dit vind je leuk. Dit vind jij spannend. Dit is rete spannend wat hier gebeurt. Hoe kan dit? Waarom doe je dit? Attack. Attack it. Go and attack it. Otje, je kijkt er alleen een beetje naar. Kill it. Kill it, Otje. Kill it. Make it die. Make it go away. Otje, dit valt me weer een klein beetje van je tegen. Dit valt... Ja hoor, goed zo. Attack it. Attack it. It's dangerous. It's dangerous attack it. Oké. Oké, ik heb nog één laatste cadeau en ik noem hem... The Lion of Craziness and Awesomeness. Yeah. Dit is dus een leeuw. Een hele toffe leeuw. Want kijk, dit is zo'n ding. En dan kan je dit eens opzetten. En dan is super vet. Dit is the real shit. Dit is het echte werk. Want ik weet dat dit een katachtig is. Maar geen vieze dingen gaan denken nu, hè. Ik weet dat die in de juiste... Oké, nee, deze deur is interessanter. Oké. Otje, hoe kan het dat elke keer als ik iets koop, vind je het gewoon niet leuk? Kijk hoe fucking vet deze leeuw is. Kijk hoe vet die is. En dan doe je er helemaal niks mee. Kijk hoe vet deze leeuw is. Kijk hoe vet die is. Oh ja, nu vind je me interessant. Nee, is goed. Otje, komt onze relatie ooit nog goed hierna? Ik heb zoveel geld besteed aan deze speeltjes, Otje. En dan, je bent gewoon helemaal hyper van. Je snapt er gewoon helemaal niks van. Al dit plastic en shit hierop. Je snapt er niks van. Gekke dingen allemaal. Die gare leeuw, die spiegel. God. Fuck it, ik ben gewoon uitgeput van deze poging om Otje speeltjes te laten spelen. Maar ze wil gewoon helemaal niks. God. En het leuke aan dit verhaal is dat ik ook nog eens een keer een paar honderd euro lichter ben. Abonneer.